Maar zijn imposante voorgevel is de Silverstraat Tjerke een opvallende verschijning in de Frentse ter binnenstad. Binnen is rond de voor zijn 1000 tjerkegongers. Maar bij de fusie met de hervormde gemeente in 2010 werd besloten dit gebouw uit te stieten en de tjessen te houden in de historische Martini-tjerke. Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht, maar ja, verkeep is op het ogenblik helemaal net onder water. Dus vinden wij eigenlijk Eimslopen, dan is die... Ja, ontstit er ik rondte om de rank, want dat weer de volgende opdracht van de tjerkerie, de rank als verenigingsgebouw te houden. Het plan van de rentmasters is om de tjerk uit te breken en de zeel in het naastlezende vriendensgebouw de rank uit te verrijzen. Hier kunnen dan in de toekomst eventueel actiesen houden worden. Op 3 april is er een speciale bijeenkomst voor de tjerkeleden om over de plannen te praten en haar mening te peilen. Ik denk dat het emotioneel voor een hele aantal mensen een heel erg gevoel leidt. Het is ik net makkelijk, maar goed. Als er net meer dan 300 mensen maans komen, dan hoeven wij net twee van deze hele grote kerken te horen. Zal er een soort weerstand mee zijn, denk je? Geen idee. Ontnota hebben we, want we hebben het wel even uittasten. Hoe reageert men hierop en is men redelijk positief eigenlijk? Het definitieve besluit wordt eind april naam terug de tjerkeriet.